Hallo allemaal! Waar is hij? Oh, hij is gaan, daar zijn we dan. Ja, waarom ben je begonnen met YouTube? Nou, ik keek zelf YouTube en toen dacht ik, ja, kijken is leuk, maar zelf doen is nog leuker. Maar vooral heel benieuwd wat jullie ervan van vinden en wat jij ervan vindt. Ja, ik vond het heel erg leuk. En ik zou wel met heel kleine iets willen maken. Dat lijkt me geniaal. Ik heb gewoon nog nooit echt met hem gechilled, dus dat lijkt me leuk. Jorik, als je kijkt, let's chill. Komt er weer een nieuw 100% boek? Jazeker, ik ben net naar Tokio geweest. Ja, en, dat weet ik. Ja, en de volgende wordt dus 100% Coco Tokio. En hoe vind je het om Coco te spelen? Ontzettend leuk. Het is ook grappig, omdat Coco zo anders is dan ik. En daarin kan ik me echt wel helemaal verliezen in de rol. Dat is heel gaaf. Hallo. En ik heb er al eerder met Kelvin geïnterviewd. Dat dacht ik al. Ik herkende dit allemaal ergens van. Is je microfoon? Ja, dat dacht ik al. Deze nieuwe video van mij. Vandaag ben ik bij Little Dutch Model Event. En ik heb er super veel zin in. Dus let's go! Ik ga nu de social media workshop doen met Umberto Tan. Over social media. Ik ga natuurlijk straks mooie foto's maken in je kleren. En eigenlijk is het niet zo moeilijk. Social media. Eén belangrijke regel wat mij betreft, dat geldt met name voor de meisjes. Want ik zie dat heel veel meisjes op Instagram met name, die doen allemaal hetzelfde. Omdat ze dan het gevoel hebben dat dat is zoals modellen doen of zoals je er goed uitziet. Heel veel meisjes doen meteen dit. En ik weet niet waarom. Want eigenlijk is het veel mooier als je gewoon jezelf bent. Dat geldt voor social media in het algemeen. Hè. Wees jezelf. Want als iedereen dit doet, dan is het niet meer bijzonder. Dan is het dus hetzelfde. En als je gewoon jezelf bent, dan ben je bijzonder. Dus ik vind het juist mooi dat als je iets doet op social media, dat je bijzonder bent. En iedereen. Yes! Oh, kijk! Boop. Ja, lief goed gekeken! Pauw! Bang! Goed hoor! Ja, kom maar! Ik ga nu door naar de catwalk workshop. En natuurlijk kan ik al catwalk lopen, maar ik kan altijd wel wat op zeker van andere mensen. En hier komt de foto met Umberto Tan. Hadden ze eigenlijk iemand nodig om eigenlijk catwalk te geven, zeg maar. Dus ik heb gezegd van, ik doe wel vaker lesgeven op de catwalk. Dus ik ben hier, als jullie het willen, dan ga ik dat doen. En ik heb het lekker catwalk gecoacht. Iedereen, superleuk. Dus ja. Catwalk lopen. Zullen we even kijken hoe zijn het?
hierheen. Penelope Willis en ik ben de eigenaresse eigenlijk en dat is eigenlijk. En dit is Ines. Ik ben Ines en Benny die heeft mij gevraagd of ik haar wil helpen en dat is gelukt. En ja, en ze is natuurlijk ook medeoprichter van de Instagram account. Dus ik kan daar een weekje erbij. Ik weet niet, dit wordt veel. Ja, kan iemand me helpen? Ik kreeg na twee weken kreeg denk ik een burn-out. Dus, dus ik heb haar ingeschakeld. Dus mijn reddende engel, mijn linkerhand. Oh. Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit event te organiseren? Ik kreeg zoveel volgers. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als we al die modelletjes een beetje bij elkaar zouden doen. Toch? Het is niet heel groot, maar het is wel leuk. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Hoe vinden jullie het event tot nu toe? Mijn voeten doen pijn. Nee, dat wil ik niet beginnen. We krijgen goede reacties. Er zijn wat verbeterpunten. Zeker. Absoluut. Het is ook onze eerste event. Dus er zijn zeker verbeterpunten. In elke opzicht wel eigenlijk. Maar desalniettemin, het was super leuk. We hebben nog één modusje te gaan. Dus het is ook heel leuk. We hadden ook één reddende engel vandaag. Ja. Ja, de catwalk steler. En we hebben nog meer mogen we nog meer mensen bedanken. Ja. Ja, mijn moeder, Jasmijn, Claudia, ja. Alle fotografen. Ja. Visagie, zeker weten. Ja. En in de ochtend ook in Nichtje, ja. Voor de catwalk workshop. Ja. En natuurlijk. Sowieso deze dame. Sowieso. Jullie daar. Jullie zijn allemaal gekomen en dat vinden wij echt super tof. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als er tips zijn of feedback, mogen jullie dit zeggen. En dus wij lopen allemaal bij. Het is allemaal leuk. Even googelen, hoor. Dus als er feedback is, zeg het gewoon. Maar nogmaals, het is ons eerste event. Dus wij vonden het super leuk. Ik hoop jullie ook. Nog steeds. We zijn nog steeds. Ja. Komt er nog een tweede editie? Spannende vraag. Maar er komen heel veel nieuwe dingen aan. Maar daar mag ik nog helemaal niks over zeggen. Dus, helaas. Ja. Er komen pas wel een leuk event. Nog een event. Hoe knows? Ligt aan jullie. Ligt aan jullie. Om jullie het leuk vonden. Kijk, als jullie denken, nou, doe dat nou maar niet mee. Gaan we het niet meer doen. Nee hoor, grapje. Er zijn altijd verbeterpunten. En die kunnen we meenemen. En dan wordt de volgende nog leuker. Toch? Omdat we het verbeterd hebben. Voor jullie in tweede seizoen. Oké. Was dat hem? Dankjewel. Jij bedankt. Even fijn. Ga dus. Het is nu voorbij voor mij. Eigenlijk is er nog een modeshow. Helaas kan ik daar niets aan meedoen, want ik moet naar een verjaardag toe. Ook superleuk, maar helaas kan ik niet meedoen met de modeshows. Met de modeshow, sorry, ik vergis me een beetje. Maar voor de rest ga ik dus nog wat. Ja. Dit was dus de video. Super bedankt. Naar de organisatie. Kusjes van mij. Ik vond het gewoon super leuk. En ook de fotografen. Super bedankt voor de foto's die ik gezien heb op haar schermpje. Daar, die
zijn al super mooi. Dus waarschijnlijk worden ze sowieso super. Dus toppie! En vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. En klik op dat belletje, want dan mis je niks van mijn video's. En tot de volgende keer. Doei!